Laten we beginnen met hoe het met je gaat, want je verlaat de training iets eerder. We zagen je ook in de wedstrijd gewisseld worden afgelopen weekend. Hoe gaat het? Nee, gaat goed hoor. Gewoon uit voorzorg. Dus ik heb natuurlijk zware blessures gehad in het verleden, dus daar moet ik nog een beetje mee uitkijken. Het is eigenlijk pas het eerste seizoen dat ik weer volop speel en daarom uit voorzorg beter eruit. Okay. Mensen hoeven zich nog niet zorgen te gaan maken. Nee. Goed. Ja, hoe gaat het verder met je überhaupt hier? Hoe voel jij je in het Twentse land? Goed hoor. Het is anders natuurlijk. Maar in principe het is gewoon in Nederland. En ik spreek de taal en ik kom er vandaan. Dus het gaat allemaal gewoon goed. Ja, jij komt natuurlijk uit het westen. Maar wat zijn de grootste verschillen voor je hier in Twente? Dat het heel rustig is hier. Dat komt natuurlijk ook door corona. Ja. Maar het is toch een beetje anders dan... het is uit Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp. En al mijn familieleden en vrienden zijn wat verder weg. Maar in principe kunnen ze gewoon naartoe rijden. Dus dat is gewoon oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk dan vooral op het persoonlijke vlak. Hoe gaat het met je voetballend? Hoe vind je dat je seizoen gaat tot nu toe? Ik had het laatst ook al gezegd in een interview. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn met hoe het tot nu voor mezelf gaat. Vooral als ik kijk waar ik vandaan kom. Natuurlijk de afgelopen 2 jaar door blessure leed gewoon niet meer gevoetbald op het hoogste niveau. En dan denk ik dat ik wel een soort van trots op mezelf mag zijn dat ik nu gewoon bijna alles speel. En ik ben natuurlijk altijd kritisch op mezelf en het kan nog veel beter. Maar ik denk wel in principe dat het oké gaat. Want je laat je natuurlijk niet voor niets verhuren. Dan ga je met bepaalde plannen hier naartoe. Ja. Kun je al een beetje zeggen wat daarvan uit is gekomen? Dat ik speel. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat ik gewoon fit ben en gezond. En dat moet ik natuurlijk ook zo houden nog. Natuurlijk heb je ook wat doelen gewoon voor jezelf die je wilt behalen. En ik wil ook natuurlijk belangrijk zijn voor het team. En ik denk dat het nog meer kan. Maar ik denk dat het in principe niet slecht gaat. Nou, belangrijk zijn voor het team. De trainer zei pas geleden tegen ons, hij vond jou een van de beste rechtsbacks van de Eredivisie. Ben je het met hem eens? Ja, ik ben niet echt de persoon die daar over dat soort dingen wil praten. Ik wil gewoon mijn voeten laten spreken. Ik weet van mezelf wat ik kan en wat er nog in zit. En dat ik veel potentie heb. En om nou te zeggen, ik ben de beste rechtsback of zo van de Eredivisie, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik wil gewoon mijn voeten laten spreken. Ja, het feit dat hij dat wel vindt, zegt wel iets. Hoe is dat dan om te horen? Nee, dat is natuurlijk mooi om te horen, vooral als het van je eigen trainer komt. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Het is een mooi compliment, maar ik wil dat gewoon waarmaken dan. Okay. Ja, dan... ben je natuurlijk gehuurd, maar met een optie tot koop. En ik begrijp dat ik bij Jan Strooijer moet zijn om te kijken van hoe dat technisch allemaal gaat. Maar als het aan jou persoonlijk zou liggen, nog een jaartje FC Twente? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Dus, waarom? Ik bedoel, het seizoen is sowieso nog lang. En ik weet niet wat er natuurlijk in de toekomst gaat gebeuren. Ik weet niet hoe het met de club zal zijn, zaakwaarnemers, hoe we eruit komen en zo. Maar... nee, ik heb het zeker naar mijn zin en ik ben hier echt goed opgevangen. En ook gewoon accommodatie en alles is echt gewoon top. Dus wat er gaat gebeuren voor de toekomst, dat weet ik niet. Maar ik heb het gewoon op dit moment naar mijn zin hier. Maar als je een goed seizoen draait, kan ik me ook voorstellen dat er misschien wel meer interesse komt. Is daar al sprake van? Hoor je al wel eens wat? Je hoort kleine dingetjes natuurlijk, maar ja... ik ben niet echt een persoon die wil zeggen van dit en dat pas als echt iets concreets is. En tot nu toe is daar geen sprake van, dus focus ik me gewoon op Twente. Okay. Ik kan me voorstellen dat je als verdediger dat doelpunten maken niet je eerste prioriteit is. Maar toch, als je er dan een maakt, zoals zondag tegen Feyenoord, hoe is dat? Nee, dat is natuurlijk lekker. Ik bedoel, als back wordt het natuurlijk ook gekeken naar je aanvallende kwaliteiten. En dat is denk ik iets waar ik me nog veel meer in kan verbeteren. Ik denk dat ik het in me heb, maar natuurlijk moet je het ook laten zien. En daar probeer ik gewoon hard aan te werken. En dan is het natuurlijk lekker als je afgelopen zondag jezelf kan belonen op een goal in ieder geval. En toen je net zei van er zit nog meer potentie en ik wil er meer uithalen, is dat dan een van de punten waar je op doelt? Van ik wil afvallen nog meer betekenen? Ja, zeker weten. Ik denk dat het verdedigend wel heel goed gaat.
Kan natuurlijk altijd beter. Maar ja, ik denk aanvallend valt er nog veel meer te halen. Vooral als je kijkt naar ja, echt de top, dan zie je toch dat backs best wel veel goals en assisten ook nog in een seizoen maken. En ja, dat, ik denk als ik dat ook kan, ja, dan breng ik mijn spel toch naar een hoger level, denk ik.